Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar de bewolking overheerst nog op dit moment op een heleboel plaatsen. En verspreid komt ook een enkele bui voor, met name op dit moment in het noorden en oosten van het land. Halverwege de ochtend is het een graad of 20, vanmiddag wordt het zo'n 22 graden in de kustgebieden tot 24 graden verder landinwaarts. En uiteindelijk gaat de zon ook iets vaker doorbreken, maar er blijft nog steeds wel vrij veel bewolking over het land trekken. Op de meeste plaatsen is het aan het einde van de middag en vanavond wel droog. Ook vanavond een afwisseling van wolken en wat opklaringen bij een graad of 21 en de wind wordt zwak of matig. Morgen wordt het warmer dan 23 tot 26 graden. Vooral in het zuiden is een enkele bui mogelijk, maar voor de rest is het droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. De wind die stelt weinig voor. Op woensdag wordt het nog wat warmer, 23 tot 27 lokaal 28 graden bij geregeld zon. Donderdag begint de dag met zon, maar later neemt de kans op buien toe. Vanaf vrijdag wordt het koel cool en vrij wisselvallig zomerweer. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.